De jaarlijkse conferentie van de Caribbean Actuarial Association, CAA, is dit jaar in Suriname gehouden. De organisatoren noemden het een bijzondere bijeenkomst vanwege de viering van het 25-jarig bestaan van de CAA. Het thema van de conferentie was Connecting Minds, Sharing Knowledge and Impacting Societies. De organisatie van actuariële professionals uit het Caribisch gebied heeft onder andere tot doel de beroepsbeoefening te bevorderen en kennisuitwisseling te bewerkstelligen met de samenleving. Een actuaris of verzekeringswiskundige houdt zich beroepshalve bezig met het doorrekenen en evalueren van risico's. Onderwerpen die gedurende de tweedaagse conferentie zijn behandeld, zijn onder andere risicomanagement, het begrijpen en managen van risico's en kansen als gevolg van klimaatverandering voor de Caribische economieën. Immers, zegt Centrale Bank-president Glenn Gersie, gezonde financiële instellingen zijn van essentieel belang voor het promoten van financiële stabiliteit en uiteindelijk de totstandkoming van duurzame ontwikkeling. En als individuele instituties samen werken in een complementaire en reinforcing manier om design en een integrated risk management en supervisory strategy te promoten financiële stabiliteit. This strategy comprises of three lines of defense. The first defense line is focused on detecting in advance potential threats in order to mitigate their possible impact on institutions and on financial systems. The second line regards additional liquidity and capital buffers to absorb the effects of already erupted imbalances. The third line consists of crisis management instruments, including resolution procedures to contain damage to the financial system in particular and to the real economy as a whole. Individual financial institutions, which recognize that they themselves are ultimately responsible for conducting sound risk management strategies, are adjusting their business goals and strategies to improve their corporate governance, performance and services to their clients. Centrale Bank-president Glenn Gersie gisteren tijdens de opening van de jaarlijkse conferentie van de CAA. Op deze conferentie is ook het 25-jarige bestaan van de Caribbean Actuarial Association, CAA, gevierd. De conferentie is vandaag afgesloten. Meer dan 125 actuarissen en professionals van financiële instellingen en toezichthoudende instituten op financiële instellingen hebben deelgenomen aan de conferentie. Ze waren onder meer afkomstig uit het Caribisch gebied, Noord-Amerika, Europa, Australië en Brazilië.